Dames en heren, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben er weer. Ik dacht, ik heb een leuke week voor de boeg. Ik ga jullie weer eens even een keer meenemen. Het is nu 8:45. Ik moet nog een beetje wakker worden. Ik ga even voor mezelf een heerlijk ontbijtje maken. Dat is in de vorm van een acai bowl. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar het is super hip. Wordt vooral in de hoofdstad gegeten volgens mij. Dat ga ik even voor mezelf maken. En vandaag een leuke dag. We gaan een studiosessie hebben met Ronnie Flex. Dus we gaan even daar wat voor hem produceren, even wat voor hem schrijven. Even kijken hoe ver we daarin komen. Heb je al een duimpje omhoog gedaan? Doe dat dan eens even. En abonneer jezelf, want we gaan naar de 200.000 abonnees. Ik heb de playbutton heb ik besteld. Dus in principe zou ik over 4-5 weken zo'n mooie zilveren plaat hier hebben. Nou, misschien niet hier trouwens, maar wel in de studio. Dus gaat dat zien. Ik heb in ieder geval hier alles wat in zo'n bol moet. Dit moet er zeg maar een beetje in. Wat kokosrasp, wat is dit eigenlijk? Butter. Ja, hou maar. Nou, en zo ziet dat er dus uit. Als je mij toch 10 jaar geleden had verteld dat ik dit nu zou ontbijten. En dat ik dit echt zelf heb opgemaakt. Dan had ik je toch zeker voor gek verklaard. Ik ga het eten. Later. Zo, en nu even fast forward. Zitten we in de auto. Net sessie gehad met Ronnie. Hij is dus gesprongen op een liedje van mij. En daar ben ik dus ontzettend blij mee. We hebben nog 2 andere pokoes gemaakt. Meer voor hem. Dus een zeer vruchtbare dag. We zijn 10:00 begonnen. Het is nu 6:30. Dus we hebben 3 toffe dingen weten te maken. En ik dacht, ik beloon mezelf. Weet je, ik heb sinds dat ontbijt met die acai bowl eigenlijk helemaal niks meer gegeten. Dus ik dacht, ik ga voor de McDonald's. Ik heb wel wat warme gevoelens bij deze McDonald's. Omdat we hier vaak naar de Mac gaan als Feyenoord heeft gewonnen. Trouwens ook als Feyenoord niet heeft gewonnen. Maar goed, ik kom hier in ieder geval vaak en nou, kijk eens. Een gratis kleine frisdrank naar keuze. Ik wist niet eens dat ze dat deden. Dus ik ga het even opeten. En dan ga ik vanavond even lekker op mijn nek liggen. Even lekker voetbal kijken. En dan vind ik het wel allemaal lekker gezegend. En nu is het weer donderdag, dat is toch heerlijk. Ik heb een hele productieve dag wel gehad hoor. Echt wel lekker. Wat dingetjes afgemaakt, wat liedjes afgemaakt. Waar ik gisteren bijvoorbeeld met Ronnie aan heb gewerkt. Dat heb ik ook even verder afgemaakt. Maar ik heb ook bij de IKEA een nieuwe kast besteld. Want ik vond altijd zeg maar die background. Waar je dan, wat jullie dan altijd zien tijdens een 1-hour challenge bijvoorbeeld. Vond ik toch altijd wel een beetje saai. En ik had wel ruimte, maar ik gebruikte het niet echt. Ik vond het gewoon vooral een hele grote, lelijke grijze muur. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon die klas. Classic IKEA kast, die volgens mij iedereen wel in zijn kamer staan, die heb ik gewoon gekocht. Ik heb dit op het web gevonden. Je moet je mond houden, Siri. Die heb ik gewoon even hier gekocht. Met wat spulletjes erop. Helemaal leuk. Hier de gitaar. Hier een plaatje. Hier de gouden platen. Allemaal mooi. En als het goed is, komt ook nog in deze video de zilveren playbutton. Die komt dan hier. Dus dat is mooi. En is dit een beetje zoals jullie dat dan gaan zien. Zo de background. En dan daar zo. In dat midden. Komt dan die zilveren playbutton waar jullie voor gezorgd hebben. Dus nogmaals dank. Ik kan het niet zo vaak genoeg zeggen. Ik heb het al wel heel vaak gezegd. Maar nogmaals bedankt die 100.000. Ik dacht dat het veel langer duurde voordat die zilveren playbutton binnen zou komen. Maar als het goed is maandag, dus daar heb ik een mooie plekje voor. En hier is nog een best wel lege kast. Want ik heb toch wel een kast gekocht. Maar ik heb blijkbaar dus niet zo heel veel spullen. Dus mocht je iets hebben waarbij je denkt, hey, dit is nice om in die kast te doen als background. Laat het weten in die comments. En misschien doe ik er wel wat mee. Of misschien helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Zoals jullie weten, heb ik natuurlijk de 1-hour challenge gedaan met de Dean. En vanavond staat de Dean in de Tivoli, in de Ronda, voor zo'n 3000 man. En zoals in de video besproken... Wat nou als ik zeg dat als deze tune goed genoeg is, ja, dat we deze misschien in Tivoli doen, 16 november. En zouden we dus dat nummer gaan doen als er gewoon heel veel enthousiasme was tijdens het uitkomen van het nummer. En dat is gebeurd, want jullie hebben het massaal gezien, geliked en alles en gereageerd. Dus Daan heeft mij gevraagd om dat live te doen in Tivoli, dus dat is heel leuk. Dat is bij mij toevallig om de hoek, dus dat is fijn. Ik ga daarvoor ga ik even een hapje eten met Roel. Roel gaat ook gezellig mee, dus ik ga gewoon proberen beelden voor jullie te maken. Ik heb heel toevallig een GoPro'tje. Nou, niet toevallig, want die heb ik gewoon gekocht. Maar deze neem ik mee en ik ga Roel vragen of hij wat beelden mee kan maken daar bij de Dean. En dan beloof het wat te worden. Ik ga nu de tekst even oefenen, want normaal gesproken is zeg maar die verse in die 1-hour challenge een soort halve freestyle en is die daarna wel weer een beetje aan mijn hoofd. Dus ik ga hem even oefenen en ik zie jullie zo. We hebben gewoon graag stemmen. Oh, heb je ook zo'n cameraatje? Ja, dit is leuk. Ik maak een weekvlog. Dit is zo mooi, hè? Maar dit is een geraffineerd sterren dat doet poseren. Oh, heb je ook een camera? Ja. Maar dan wel zo blijven hangen. Ja, zo. Ja, maar dit is een voornamelijk afgeleid, denk ik. Ja, Daan, je wordt ook een beetje rood, merk ik. Ja, ik kan dit niet. Heb jij wel eens op een rode loper gestaan? Ja. Nou, hoe vond jij dat? Ook kut. Werd ik ook rood. Ja. Wat is er? Ken jij jouw verse uit je hoofd? Ik doe een beetje dicht. Dat is een beetje jouw stijl, toch? Ja, dan moet hij wel fishy helemaal.
allemaal. Oké, dan maar, doe ik het ken ik je het je vers uit je hoofd? Ja. Maar dat zijn ook maar 8 zinnen, hè? Dan. Jawel. Maar de geluid staat gewoon vol aan. Het was wel goed dat ik jou nog even een appje moest sturen van joh, zou ik de mp3 even naar je? Ja, maar wat anders van YouTube geript of zo. Kijk, dit is nog een leuke anekdote. Vorige keer dat ik hier was, dacht ik, ga je even een Feyenoord logo optekenen. Toen dacht ik, dat is een soort white marker, maar het is gewoon met water vast verstikt. Dus het gaat er gewoon nooit meer af. Ook nog Paixão season, want ik dacht, hij gaat het maken. Gaat er ook niet meer af. Ja, hij is eigenlijk van huis uit is hij producer. Hij heeft een eigen YouTube kanaal. Sinds kort is dat echt, gaat het sky high. Vorige week een nummer met hem opgenomen. En ik heb hem beloofd, als het nummer vet genoeg is, dan gaan we hem hier in Tivoli doen. Dames en heren, mag een groot applaus. Hier is hij, Rousseau! Ik zeg je eerlijk, het voelt als een flitsbezoek. Omdat je een verse hebt van 13 seconden. Ja, dat heb ik bij elk bankzitter nummer heb ik dan. Ja, maar dan blijf je toch wel over het podium staan. Ja, dat was leuk. Het is natuurlijk balen dat na jouw nummer meteen René Vroeger komt. Maar ja. Je meteen wel onder het asfalt geduwd. Ja, mensen vonden het leuk hoor. Ja, dat is belangrijk. Ik heb lang gefilmd. Maar ik hoorde mijn microfoon dus niet op het podium. Zo, je hebt echt lang gefilmd. Oh, er wordt wel hard gedanst. Kijk. Het lijkt wel een beetje alsof je moet poepen. Ja, maar dat moest ik ook. Ja, jongen. Ja. Leuk dat je er bent, jongen. Proost. Jij ook supporten. Daarom. Ja, maar ik ben altijd bij jou. Nu ben je ook even bij mij. Daarom. Ja. Frankie. Oh mijn god, het is weer een vlog. Elke keer als ik met jou opneem, dan maak ik een weekvlog. Maar vandaag was het echt leuk. Nou, dat meen ik echt. Hoe leuk vond je het vandaag? Ik voel echt leuk. Je was wel een beetje aan temper. Je zei Rut, soms moet je even rustig aan. Ja, inderdaad. Want je hebt jou en je hebt Sean. En Sean loopt alles af te kraken en jij loopt eigenlijk iedereen af te blaffen. Ik heb echt enorm veel genoten. En ik heb zelf ga je vanavond vloggen met je wifi? Nee. Ik zou dat wel doen. Dat is privé. Nee, ik zou dat wel alleen doen. Alleen dat jij naar mij gaat kijken. Geloof mij nou maar. Beloof je maar één ding? Dat jij vanavond die vlogcamera meeneemt? Oké. Ik zou het doen. Frank, je wordt bedankt weer voor de... Beloof je met? Zeker. Jouw videoconcept is soms niet helemaal doordacht, maar vandaag vond ik echt leuk. Nee. Echt een serieuze mic, hè? Zie je dat? What the fuck, het is gewoon een harige dildo. Het is gewoon echt een upgrade. Ik heb dus een foto van jou, dat je gewoon echt totaal niet weet van, hé, wat moet ik en met mic. En nu zit je gewoon echt met een nieuwe lens ook. Oh, nieuwe camera alles! Lekker man, hé. Nogmaals. Dankjewel vriend. Ga je nu naar huis? Ja. Ik heb vanavond een feestje man. Echt een soort van seksfeest eigenlijk. Wat ik ook wel jammer vind. Ja, ik vind het wel lekker zo'n seksfeest. Heb je zeg maar zo'n zwembad en er zit alleen maar sperma. Nou, dat is vies. Dat is wel gek. Nee, Frank, nogmaals bedankt. Wij zien elkaar volgende week, hè? Ja, en ook dat weekend daarna. Want dan gaan we naar? Niet vergeten. We gaan naar Excelsior Feyenoord. Dames, jullie zitten... Dat vind ik dan wel heel lekker. Ik heb het helemaal niet meegemaakt. Dames en heren, dit is ook vloggen. Dingen gebeuren. Frank, helemaal een soort van, hé, hoe kan dat nou? Ook dat gebeurt hier. Toch, Frank? Ik vind het heel raar dat dit gebeurt. Ik zie jou. Ik zie jullie niet. Rustig gaan. Bedankt dat je er was. Zeker. Ik vind het ook fijn dat je mijn deur open doet. Ik ga nu naar huis rijden. Hopelijk dat het voor de spits is. Ik zie jullie bij het volgende shot. Oké, ik heb nu even de GoPro mee. Dit is mijn vriendin trouwens. Die hebben jullie ongetwijfeld gezien in onze gekke Meshmasters reclame. Maar we zijn onderweg, want ik ben dinsdagjarig. Ja, dat is verrassing. Om mij dan vanavond het eten te nemen. Dus ik heb geen idee. Waarheen? Het is in ieder geval de stad. Daar zijn we nu naartoe aan het lopen. En het volgende shot zie je als het goed is een heerlijk bord eten en een glas rode wijn. Daar gaan we wel voor, ja. Oké. Wat heb je voor lekkers? Vitello con frittero. En brood. Daar is ook heel erg over te spreken, toch? Gewoon vers brood. Heerlijk. Lekker drankje, lekker wijntje. Heerlijk.
De eerste gang zit erop. Is dit vol verrassing? Want je hebt net tegen me gezegd dat er nog een verrassingsactiviteit hierna komt. Daar ben ik benieuwd naar. We zijn heerlijk aan het genieten. Met deze hele gemene rode wijn. Heerlijk. Second round. Het is me net helemaal uitgelegd wat het is, maar ik heb geen idee. Wildzwijnstoof. Wildzwijnstoof en hier ravioli met pom. Maar nee, dit is heel lekker. Wat is het dan? Ravioli met Italiaans stoofvlees erin en boter met truffel. Dit was even goed saai, zeg. Nou, jullie zien het. Ik heb een heerlijke... Ik ben het vergeten wat ik heb besteld. Iets met saus van anchovies en paarhoen en cannelloni. Mijne lijkt net alsof er dreft overheen is gevallen. Ja, of dat het net uit de Middellandse Zee komt. Dat is ook wel lekker. Oké. Okay. We hebben wel een mooi uitzicht. Hey joh, hou jij eens even je bel gauw. Dames en heren, zijn we de laatste ronde beland. Dat is een scorpino. Het is eigenlijk gewoon een sleufpuppy, maar dan met heel veel alcohol. Maar hierna is het nog een verrassende activiteit voor mij. Ja. Dus we moeten een beetje haast maken, want over... Kwartier moeten we al gaan. We drinken deze snel op tot we een ellendige brain freeze hebben. Raad in de comments wat de activiteit is. Ik denk dat we de taxipak naar de ballen. Zeg, raad in de comments, maar... Dat kan dus niet. Ja, dat kunnen ze nu doen, maar dan daar in de volgende shot. Oh ja. Klaar. Ik ben hier nog niet zo goed in. En dan is het alweer zaterdagochtend. Of moet ik eigenlijk zeggen zaterdagmiddag. Het is bijna 1:30. Zoals de beelden die hiervoor duidelijk waren, had ik een enorm zieke surprise party waar ik echt... Nou, ik had zoveel dingen verwacht, maar dat absoluut niet. Iedereen waarvan ik hield, die was er. Dus dat was geweldig. Ik word dinsdag eigenlijk pas 25. Maar mijn vriendin vond de goede reden om dat alvast even goed te vieren op de vrijdag ervoor. Want ik zat de hele tijd te verkondigen van ja, ik heb echt geen zin om het te vieren. Dan ben ik alleen maar bezig met of mensen het naar hun zin hebben en dat soort dingen. En dit was gewoon het ideale. In mijn favoriete kroeg, mijn favoriete karaokebar met mijn favoriete mensen. Hebben het echt heel bont gemaakt. Ik dacht dat ik 4 uur in bed lag of zo. Toen zat mijn hoofd nog steeds te tollen. En nog steeds. Dus ja, top. Vandaag gaan we hier wel wat rustiger aandoen. Het is, zoals je ziet, ook gewoon verschrikkelijk weer buiten. Dus we gaan even lekker naar de bios toe. We gaan naar die nieuwe Hunger Games film. Dan gaan we even kijken of ik tot het einde wakker kan blijven. Daarvoor gaan we nog even lekker taartje eten trouwens. Om dit feestelijke weekend toch nog een beetje feestelijker te maken. Nou, inmiddels thuis. Film was top. Ik had het niet verwacht dat het zo'n leuke film zou zijn. Ik dacht, ik film nog iets in de bioscoop. Maar de lichten gaan natuurlijk uit. Je ziet gewoon helemaal niks. Maar we hebben heerlijk eten besteld. We zijn even lekker de massa aan het kijken. Dat is ook leuk. Wauw, die ziet er toch lekker uit, hè. Wow, mijn kamer slaat helemaal. Lekker curry. Lekker chicken. Dit is even krachtig. Vandaag gaan ze deze dag af. Dames en heren, goedemorgen. Het is inmiddels maandag. Zondag is uiteraard een rustdag. Dan vloggen we natuurlijk niet, hè? Hey, koekoek. We zijn normaal gesproken zijn we op maandagochtend altijd in Utrecht voor de krantjes. Dat nemen we vandaag op een andere locatie op, namelijk het huis van Raoul. Want we gaan daar even een dag doorbrengen voor een video voor hem. Wat die video gaat zijn, laat ik nog even in het midden. Misschien dat wat ik straks ga filmen, dat het al wel wat duidelijker wordt. Ik heb de auto geparkeerd, ik loop even naar zijn huis en dan zien jullie hem zo. Let's go! Ja, ik ben hier dus bij Raoul aangekomen en ik ga hem dus niet filmen, want dan weten jullie meteen wat het concept van de video is. Ik ben chef van Russen vandaag. Oké. Okay. Vandaag de privéchef van Rusland. Nou ja, jullie horen het. Ik dacht, ik hou het nog even geheim. Is dit een weekvlog? Ja, dit is een weekvlog. Hoe lang ben je al bezig met de weekvlog? Welke dag zit je? Nog 1 dag morgen. Oh. Dus ik heb een heerlijke week. Is de adrenaline al een beetje gezakt van het optreden? Nee, dat is nu mijn benzine. Dat is nu mijn benzine. Hey, Roel is zich heerlijk aan het uitsloven voor mij. Ik heb ook net een hele gemene kokos ananas smoothie op. En die heeft me nu ook een soort van in mijn gezicht geslagen. Dus nu lig ik hier even op de bank voor pampers. Roel, liefje.
Ik wil je heel erg bedanken. Oh. Het was echt, het is voor de weekvlog natuurlijk weer. Wil je even een knuffel geven? Oh, ja, lekker. Waarschijnlijk is je video online. Ja, ik hoop dat, dat mensen het leuk vinden. Ja. Maar ik vond het gewoon fijn met jou. Ik heb een eigen knuffel. En ik zie al eens. Nee, die ga ik nu leegkeeper in de voetbal. Ja, je vond hem lekker, maar ik denk niet dat je hem zo puur het bakje wil opscoepelen. Misschien ook wel een beetje heftig. Dan is hij een stuk minder lekker als ik heb kiepen. Dat is dus een beetje vies maken. En is het over dinsdag, de laatste dag van deze week vlog, maar niet zomaar een dag. Want dames en heren, het is... Mijn verjaardag, dat klopt. 25 jaar oud geworden. Jullie maken het allemaal mee in deze week. Het is misschien wel de allerleukste week in mijn leven. Ja, ja. Ik zit momenteel even lekker aan deze cappuccino. Ik heb net bij de HEMA een hele taart gehaald. Die ga ik even laten zien. Zit die vast? Oh nee, als die vast zit, dan hebben we even niemand taart. Deze is echt gevaarlijk lekker hoor. Kitting op, joh. Het is wel dichtgeplakt ook niet. Het is gewoon dichtgeplakt. Unboxing. Wauw, dat is even lekker. Dat wou best en zo. Ja. Ik vind het niet zo leuk hoe je het doet. Dat was de taart, dus vandaag wordt een heerlijke dag. We gaan even naar een museumpie. Het is natuurlijk weer regenachtig, dus we kunnen alleen maar activiteiten binnen doen. En dat komt goed uit. Vanavond komt mijn familie nog om even frikandellen te eten en... In die zin. En vanavond komt als het goed is ook mijn zilveren playbutton binnen. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Die gaan we ook nog even unboxen. Het wordt een geweldige dag. A few moments later. Het ziet er gewoon uit als schimmel. Ja, zelfs ganzen schijt. Ganzen zijn echt niet zo goed. Misschien is het op ware grootte. We kunnen natuurlijk niet bij Vierra naar het museum gaan zonder een heerlijk taartje te nemen. Dit wordt misschien wel... Shit, wat moeilijk is dit. Dit is het. Ik heb geen idee wat het is. Weet jij het nog niet? Nee. Nou, dat is leuk. Heel leuk, een schokje cappuccino. We hebben alvast wat dingen gezien van Van Gogh en zo. Het is heel leuk. Er waren ook nog twee mannen die bijna de vuist met elkaar gingen. Dat heb ik nog nooit gezien in het museum. Het was wel heel leuk voor een vlog geweest, maar... Dus we gaan hier nog even verder kijken. Een prachtig museum. Even in de tuin lopen. Even aan elkaar zitten misschien wel. Ik ga niks vertellen. Ja, ik zoek een video van je maken, dat is goed. Ben jij de regisseur? Ja, jij bent de acteur. Oh, oké. Nou, jongens, kom mee. Het lijkt er weg, maar. Kom mee. We hebben nu net iets ontdekt. Het lijp is, deze tuin is dus zo fucking groot. Hier zou je zo fucking veel grote, mooie huizen kunnen bouwen. Voor ons bijvoorbeeld. Maar ze hebben hier ook... Dat vind ik en ik. Ik heb die dikke arm. Wauw. Niet dichtbij. Kijk, hier heb je een mega groot... bakje paprika chips, maar dan zonder paprika. En zonder chips. Echt, dat bedoel ik. Paprika, zonder paprika chips. Wat is dit? Moving like the speed of sound. Dit was dus niet echt de bedoeling. Oh. Nou, we zijn nu in de beeldentuin. Nienke wilde heel graag naar boven lopen. Ik ben kapot. Het is wel heel lekker om hier de adem in te ademen en uit te blazen. Wat? Dat willen die mensen toch weten? Ze komt pas net kijken, ze weet niet echt wat content maken is. Wat zeg je nou? Nee, niks. Kijk, dit is leuk. Leuke stenen. Volgens mij is het van Tom Klaassen. Ik weet het niet zeker. Maar hier, kijk. Dat is nog waar ook. Dat is wel vrij nieuw. 2021. Nou, terwijl ze in Drenthe al echt jarenlang zulke dingen hebben staan. Wat een walgelijke wanvertoning is dit, zeg. Kun je even een shot van mij maken hier tussen de stenen? Nou, zo zie je maar. De beeldentuin brengt heel wat teweeg. Om de zoveel meter zie je een steen. Grote aanrader. Echt een soort mega grote halfpijp. Fucking vet. I love art. Hey, we kunnen daar toch opstaan? En we lopen langs de Berlijnsemuur. We kunnen daar toch opstaan, lief? Ja. Nou, dit is toch wel cool. Ja, het is een mooi beeld. Mooi om het hier af te sluiten. Bij... Het Keulemeulemuseum. Het Keulemeulemuseum. Het Keulemeulemuseum. Het Duitse museum. Zoals je ziet... De gangleg moet even uit. Zoals je ziet, de familie zijn weg. Het was gezellig. Het zit er nu echt om mijn verjaardag. Ik heb me echt ontzettend jarig gevoeld. Daarvoor dank, Nien, het organiseren. Oh ja, alsjeblieft. En ik heb dit net binnengekregen. Ik had het al eerder in deze vlog erover. De zilver playbutton, 100.000 abonnees. Dank jullie. Laat je zo niet hebben geabonneerd, abonneer je. Want we gaan echt naar die 2 ton toe, hoor. Daar gaan we echt naartoe. Zonder gekheid, dank jullie wel met z'n allen. Ik weet inmiddels hoe je kan inboxen, want ik ben natuurlijk YouTuber. Congratulations on your subscriber milestone. We're trying to put your links in the picture lock and send a picture on. Een leuke brief.
Hey. Hey, do you remember your first subscriber, your 100 or your 100,000? Do you remember your first subscriber, your 100 or your 1000 subscriber? Helemaal zelf voor mij geschreven en kijk eens. Oh, wow, 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 wow. Halen we het plastic er even af en kijk eens. Holy, holy, holy Maconi, Solomatoli. Dit is al een serieus ding hoor. Weet je ook eens, had gedroomd dat ik dit ding had besteld, maar dat ik de verkeerde naam had doorgegeven. Ik zie je goede naam staan. Dit zat die goede naam op. En ook de goede aantal subs, dus dat is heerlijk. En daarmee sluiten we deze vlog ook af, deze heerlijke weekvlog. Heb je er nou van genoten? Even een kijkje in mijn leven. Laat dan een duimpje achter en laat even een comment achter. Of we dit vaker moeten doen, dan ga ik dat doen. Nogmaals hartstikke bedankt voor de 100.000 abonnees. Als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer jezelf. En ik zie jullie aankomende maandag weer, bij de krantjes. Let's go! We drukken op stop.